Ik ben Lisbeth Mevissen, klinisch psycholoog en EMDR-supervisor. Ik werk bij Alcari Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ik ben gespecialiseerd in diagnostiek en de behandeling van psychotrauma bij mensen met een verstandelijke beperking. En heb samen met een collega een presentatie gegeven over EMDR bij een vluchtelingenkind. Ik heb daar een bijdrage aan gegeven. Omdat in die behandeling gebruik is gemaakt van een instrument om de relatie tussen traumatische gebeurtenissen en klachten goed in kaart te brengen. Maar een heel handig instrument omdat het eenvoudige taal gebruikt, een tijdlijn heeft en een thermometer waarmee je de ernst van de klachten kan uitvragen, juist bij mensen die problemen hebben in de communicatie, niet goed over taal beschikken, waarbij je toch een heel goed inzicht kan krijgen in de samenhang tussen gebeurtenissen, beschadigende gebeurtenissen en klachten die men daarbij heeft. Verder hebben we laten zien dat het goed mogelijk is om met weinig taal en gebruik van de verhalenmethode toch de trauma's bij het vluchtelingenkind actief te maken en ook te behandelen. Wat we eigenlijk daarmee wilden vertellen is dat, ofschoon wij beide niet gespecialiseerd zijn in de hulp aan vluchtelingen, dat het toch de moeite waard is om met de kennis die je hebt en met een hele heldere manier en visie op traumaproblematiek, dat je het aan moet gaan en dat je dan tot wonderbaarlijke resultaten kan komen.